Hier staan we dan, in een van de schuren van Igor. Op de achtergrond hier een heel mooi groot varken. Meer dan 200 kilo. Nou, je kunt je voorstellen, als die achter je aanloopt en zijn slagstand op jou gericht heeft, nou, dan wil je hardlopen. Dat gaat in mijn boek ook wel gebeuren. Als je goed kijkt hier, ja, dan heb je een wat gevoelige neus. Maar de varkens die hebben in de regel stevige tanden en die tanden die moeten gefijld worden. En als ze niet gefijld worden, dan zijn ze extra gevaarlijk. De vader van David veilt de tanden van de varkens. En David gaat daar echt voor bidden. Waarover later meer.